Hey, ik ben Peter en welkom bij What's on Your Mind, de podcast voor mindset, verkoop als persoonlijke groei. En deze keer heb ik Sebastian Hooft. Sebastian Hooft is eigenlijk een miljonair doordat hij CEO geweest is van Central Point, die hij eigenlijk moeten verkopen heeft omdat hij volledig burnt out was. Hij is letterlijk wakker geworden in het ziekenhuis, volledig uitgeput en zijn lichaam kon niet meer. Eigenlijk aan Hans dat herstelproces is hij dan eigenlijk met 500 ondernemers over Hans de wereld gaan praten om nu eigenlijk te zien wat dan nu eigenlijk echt goed leiderschap is en hoe hij nu eigenlijk echt op een goede manier een bedrijf eigenlijk bouwt. En daarom heeft hij een boek geschreven, Redesign. Maar daarnaast is Sebastian, en dat is ook de reden waarom ik hem gevraagd heb, enorm gepassioneerd door muziek. En eigenlijk van jongs af aan was hij gepassioneerd door techno. En zijn stiekeme droom was eigenlijk om DJ te worden. Dus na zijn burn-out had hij zoiets van, ja, ik ben 40, ik wil eigenlijk wel DJ worden. Hij heeft een aantal mensen gecontacteerd die hem compleet voor gek verklaard hebben. En toch heeft hij het gedaan. Hij is DJ geworden, internationaal DJ geworden, onder andere gedraaid in Ibiza. En tot eigenlijk voor de eerste lockdown was dat eigenlijk de grootste hap in zijn inkomen. Omdat hij ook lesgeeft op de Nijrode Universiteit in Nederland. Onder andere Martin Garrix heeft een aantal van zijn nummers gedraaid. En ja, daaraan zie je, je bent nooit te oud om een passie na te jagen of een droom na te jagen. Geniet van het fantastische gesprek met Sebastian Hooft. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snauwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Goedemorgen, Sebastian. Goedemorgen. Ja, ik ga het nog een keer opnieuw stellen natuurlijk. Hè. Hoe is het op deze fantastische vrijdagochtend met jou? Ik moet zeggen, het is een geweldige ochtend. Ik heb al met een van mijn cliënten, waar ik nu ook thuis ben, heb ik een ochtendwandeling gemaakt. Dus ik stond om 7:15 bij hem voor de deur. En toen hebben we bij hem eigenlijk in de buurt hebben een wandeling gemaakt. Hij is recentelijk geopereerd aan zijn heup. Dus dat moeten we ook een beetje rustig aanpakken. Maar ik zit hier in het midden van Nederland, in Gelderland. Ja, de natuur is hier geweldig. Het is ook redelijk koud. Hè? Dus alles ligt zo'n dauw ligt daarop. Ja, en dan wat ik meestal doe met mijn cliënten. Ik heb een vragenlijst die we dan bij het ontbijt doornemen. Er zitten een aantal persoonlijke vragen in. Bijvoorbeeld van ja, voor wie wil je vandaag belangrijk zijn? Hè? Maar ook wat is je doel? Wat zijn je doelen van vandaag? En wat kan er eventueel tussenkomen? Hè? Die verhinderen dat je je doelen haalt. En als we dan de volgende ochtend een wandeling maken, dan vraag ik eigenlijk hoe dat gegaan is de dag daarvoor. Ja, dat levert de meest inspirerende gesprekken op. Want dan ga je wandelen en eigenlijk binnen 1-2 minuten zit je al heel diep in iemands donkerste hoeken van iemands gedachtenwereld. Ja, en dat is natuurlijk geweldig als je dat in een mooie omgeving mag doen. En dat je dan mooie gesprekken mag voeren. En is dat dan iets dat je ontdekt hebt ook de laatste jaren? Appreciatie voor de natuur en dat combineren met te wandelen met mensen in plaats van in een saai kantoorruimte te zitten en daar een meeting te hebben? Nou, ik ben 15 jaar lang heb ik in kantoren gezeten. En de eerlijkheid gebied zeg, als ik nu langs een kantoorgebouw rijd, dan denk ik wel eens van, ach, wat vreselijk dat je daar de hele dag mag zitten. Maar ik weet nog, toen ik zelf 20 was en als jonge hond een carrière wilde starten, ja, vond ik het heel mooi om juist naar het kantoorpand te gaan. Ja, daar is mijn wereld. Daar zitten mijn collega's, mijn compagnons, mijn partners, mijn concurrenten. Dus ja, dat was echt mijn wereld. Ja, en nu zijn we 30 jaar verder. Ja, dan kun je mij eigenlijk niet meer met een stok zo'n kantoorpand in slaan. Ja. Als ik echt iets te zoeken heb. Ik had het er wel laatst over met mijn vriendin. Dus dat ik zei van ja, ik mis wel de sociale contacten die je op zo'n kantoor hebt. Hè, die vaste sociale contacten, dat mis ik wel. Daar heb ik wel een hang naar. Ja, als ik dan bij een cliënt ben en ik krijg dan een rondleiding door zijn of haar bedrijf. Dan denk ik wel eens van, ach, dat lijkt me lekker om gewoon iedere dag met deze mensen te mogen werken. Ja. Maar als ik dan weer wegrijd en dan weer naar mijn eigen huis ga of ga naar een cliënt ergens, zoals hier in de bossen wandelen, ja, dan denk ik, ach, ik vind het eigenlijk wel weer heel erg lekker dat ik die vrijheid heb in mijn leven. Ja. Nu, je sprak daarnet over die kantoren toen je 20 was. Hè? Je hebt een boek geschreven, Redesign. En wil dat dan eigenlijk zeggen, want ik denk dat dat heel lichtjes in het boek aanwezig is, toen je 20 was, je reed voorbij dat kantoor,
was dat dan eigenlijk het feit dat je eigenlijk Hans het kantoorgebeuren en ook het ondernemersgebeuren, dat dat eigenlijk je identiteit geworden was en dat je daar volledig mee vereenzelvigd hebt, terwijl nu, ja, je bent Sebastiaan en dat is een, onder andere een rol dat je gespeeld hebt, maar dat is niet meer echt je identiteit, zal ik maar zeggen. Toen was dat misschien het enige wat je had als identiteit. Ja, ja, dat heb ik inderdaad in mijn boek verwoord. Hè. Is dat, ja, ik identificeerde mezelf zo sterk met het bedrijf wat ik had opgezet. Ja, ik was echt dat bedrijf geworden. Ja. En dus alles wat ook wat met dat bedrijf gebeurde, ja, dat nam ik ook persoonlijk. Ja. Ik kon het heel moeilijk loskoppelen. En dus als het heel goed ging, en het ging goed, ja, ja. Steeg het bij mij tot grote hoogte. Ja. Maar toen ik in een positie kwam waarin ik dat bedrijf echt gedwongen moest verkopen, ja. Omdat mijn gezondheid beneden peil geworden was. Ja, toen ik het bedrijf verkocht, was ik ook zelf eigenlijk weg. Dus, ja. Dus dat heeft heel lang geduurd, echt wel 2 jaar. Ik dacht van, hey, wacht even, ik ben er nog. Ik mag er nog wel zijn. En in die eerste tijd dacht ik, ja, hoe moet ik dit gaan doen? Ja. Hoe kan ik mezelf weer terugvinden? En realiseer je dan eigenlijk nog niet helemaal dat dat eigenlijk is de vraag die je stelt. Hè? Dat besef kan pas later. Ja. Heb je dan, hoe zal ik zeggen, heb je dan ooit afgevraagd hoe dat kwam? Waarom dat je zo per se, want ik heb die vraag gesteld aan een andere CEO die 7 exits heeft gemaakt de laatste jaren. En die zei letterlijk, ja, ik heb zo hard gewerkt toen ik 20, midden 20 was, 30, omdat ik altijd een soort schuldgevoel had tegenover mijn VC's, mijn investeerders, mijn employees. Hey, ik moest zorgen dat ze geld of een exit of whatever. En dat kwam eigenlijk van mijn ouders. Ik heb er altijd met een soort schuldgevoel gezeten. Heb je ooit afgevraagd hoe dat kwam? Dat je... Ja, ik zie het als een... Het heeft ook met je karakter te maken. Hè? Dus... Mm-hmm. De combinatie van eigenschappen die je hebt, maakt dat je gaat ondernemen. Maar ook de sociale positie waarin je zit, stelt je in staat om te gaan ondernemen. Ik zit natuurlijk in een uitermate privileged omstandigheid dat ik geboren ben in een plek van de wereld waarin dat eigenlijk doodnormale ding is om te gaan ondernemen. En dus als je dat er allemaal even wegcijfert, denk ik dat bij mij specifiek wel van een verslaving kan spreken. Ik was echt verslaafd aan het werken. En dus net zoals dat een junkie op zoek gaat naar een volgende shot, of een alcoholist eigenlijk de hele dag bezig is met het vinden van die volgende fles alcohol, was ik de hele dag bezig om aan dat bedrijf te werken. Ja, ja. En die verslaving, dat herken ik nu wel bij mijn cliënten. Ja. En dat is toch wel iets waar je... het hoeft geen ongezonde verslaving te zijn. Nee. Als je er bewust van bent. Hè, want je schaadt er geen andere mensen mee. Hè, je kan er wel jezelf mee schaden. Ja. En als dat gebeurt, komt het in het negatieve. En dan heb je hulp nodig. Bij mij was die hulp er niet. Maar met bijvoorbeeld het programma wat ik nu bied aan ondernemers, kunnen ondernemers wel die hulp krijgen. Maar ook op universiteiten waar ik lesgeef, daar krijgen jonge mensen al de hulp om te zeggen van, hey, als je gaat ondernemen, zorg nou dat je mentaal en fysiek en financieel in balans bent. Ja. Nou, dat is nu. Zie je dat eigenlijk overal dat begint te ontstaan. Dat je daar educatie krijgt, dat je daarmee geholpen wordt. Nou, als het misgaat, dat er ook programma's zijn waar je dan naartoe kan gaan om weer op het rechte spoor te komen. Maar 10 jaar geleden, 20 jaar geleden, en helemaal 30 jaar geleden, was dat er gewoon eigenlijk niet. Nee, want ik was de vraag die bij mij spontaan opkomt, ik heb dat bijvoorbeeld nooit op universiteit geleerd. Het enige wat ik mee, en dat is geen verwijt naar hen, hè, maar... Ik ben echt geconditioneerd van hard werken en zo rap mogelijk naar boven gaan. En ik heb me dat nooit afgevraagd of dat eigenlijk wel de manier is. En een van de belangrijkste dingen die je in je boek aanhaalt, en daarnet je spreekt over bewustzijn, maar een van de belangrijkste lessen is het feit dat heel veel mensen, en ik heb dat ook heel lange tijd gedacht, als ik dat behaal, als ik die deal binnenhaal, als ik die functie heb, dan ben ik er. Maar er is geen destination. Dit is de destination, is de journey. Ja. Hey, de bedoeling is dat je geniet van dat proces, maar niet van dat resultaat. Terwijl bij mij, ik wilde genieten van het resultaat en ik dacht, ik ga gelukkig zijn als ik daar resultaat haal. Maar dat was niet zo.
Vind je dat herkenbaar, wat ik zeg? Ja, ik gaf een keer een... Je hebt in Nederland heb je een magazine, dat heet Quote Magazine. En, ja. Ik heb dat altijd een heel leuk blad gevonden zelf. Altijd graag gelezen, maar ze hebben ook altijd... leuke interviews heb ik aan hen kunnen geven. In een van die interviews, dat had een beetje een patserige titel. Dat heet Mijn Eerste Miljoen. Mm-hmm. Wat ze daarin doen, eigenlijk is ondernemers die financieel succes hebben behaald... gewoon leuke, beetje brutale vragen stellen. En ik had dat interview gegeven. Die quote die valt op de deurmat en ik scheur de verpakking open en ik ga naar waar mijn interview staat. En toen was een van de subtitels was... Succes moet je vieren. En toen dacht ik, hè? Succes moet je vieren? Waarom staat het nou bij mijn interview? En toen belde ik die journalist op. Ik zeg, succes moet je vieren. Hij zegt, ja, dat heb je echt gezegd. Dat staat in mijn aantekeningen. En toen dacht ik, wacht even. Ik heb dat wel gezegd, maar eigenlijk, ik doe dat nooit. Ik kan het wel voor een ander vertellen van, hey, succes moet je vieren. Maar zelf deed ik dat niet. Dus ergens had ik wel het bewustzijn dat je ook die mijlpalen, hoe klein ze ook zijn, dat je daar stil bij moet staan en er bewust van moet zijn. Ik kon dat een ander prima uitleggen, maar zelf deed ik dat eigenlijk niet. En het probleem herkennen dus, van dat je het niet doet, maar een oplossing zoeken en het wel gaan doen. Daar zit het grote verschil in. Ja. Heel veel ondernemers snappen wel dat als jij 's ochtends om 6 uur de wekker gaat en je stapt met pijn in je lijf en je bed uit, tuurlijk, iedereen voelt van, oh, dit is niet goed. Maar ja, iedereen heeft dan een modus gevonden. Dan zegt, nou, ik neem een warme douche, een koude douche, ik neem een kop koffie of ik ga mediteren of wat dan ook. Ja, om zichzelf maar dat bed uit te slepen en dan aan de slag te gaan. Maar structureel gezien is het natuurlijk niet goed dat je met pijn je bed uitstapt. Dus die compensatie zie ik bij heel veel ondernemers die op het randje zitten van een burn-out of depressiviteit. En zie ik dat ze wel signaleren, maar ze zijn zich eigenlijk niet heel erg bewust van die signalen. En de truc zit erin om eerst die bewustwording te creëren. Dus dat je van onbewust... naar bewust gaat. Dus dat je zegt, hey, wacht even. Afgelopen week heb ik gewoon pijn in mijn lichaam als ik mijn bed uitkom. En dat je ook dat gaat meten. Dat je zegt, was het nou de afgelopen week of de afgelopen maand? Of is het al het hele jaar? Als je daar bewust van wordt, dan kun je het probleem gaan aanpakken. Ja. Ik denk dat heel veel ondernemers wel onbewust zo dat ervaren. En om die bewustzijn te creëren, daar zijn we veel beter in geworden als samenleving. Ja. En dat begint al op de scholen. Ja? Maar het punt is, bij de meeste mensen, die worden maar bewust, omdat ze gedwongen worden om bewust te worden door iets dat heel erg gebeurt. Een ziekte, een overlijden, in het ziekenhuis terechtkomen, echtscheiding, whatever toestand. Bij jou is dat ook zo gebeurd, hè? Eigenlijk iedereen krijgt in zijn of haar leven zo'n moment waarop je denkt, hey, dit is een breekpunt. Dit is het moment waarop er een ervoor en een erna ontstaat. En als het je gebeurt, dan weet je precies, dit is het moment. Sommige mensen die luisteren naar deze podcast, zeggen, ik heb zo'n moment heb ik al meegemaakt. Mm-hmm. En andere mensen die luisteren, die weten al van, ik moet zo'n moment nog een keer gaan meemaken. Voor mij was dat moment in 2009, mm-hmm. toen ik wakker werd in het ziekenhuis. En ik deed mijn ogen open en ik dacht van, hey, wacht even, ik zie felle lichten en ik ruik de ziekenhuisgeur en ik hoor de geluiden van de ziekenhuizen om me heen. Toen wist ik, dit is voor mij een breekpunt. Er is een ervoor het ziekenhuis en een erna het ziekenhuis ontstaan. En wat ik ermee moest, wist ik absoluut nog niet. Maar ik wist wel, dit is het breekpunt. Ja, fantastisch. Jouw boek, toen ik het las, je hebt 500 entrepreneurs over Hans de Wereld geïnterviewd, hè? Ja, wat ik heb gedaan toen ik uit het ziekenhuis kwam, toen ben ik, dacht van, ja, ik moet het anders gaan doen. Hoe? Ik had geen idee, maar ik heb wel mijn bedrijven verkocht, opbrengst aan goede doelen gegeven,
Dat is heel, ik zou dat misschien niet nog een keer doen. Maar het heeft toen wel heel therapeutisch Ik vind dat interessant. Was dat een soort schuldgevoel of zo dat je had? Of dat je niet meer wilde geassocieerd worden? Omdat die wereld dat geldt, omdat er dat pijn aan hing? Of waarom heb je dat gedaan? Ik vond de mensen met wie ik werkte zo verwerpelijk. En die waren alleen maar de hele dag met geld bezig. Dat ik dacht, ik niet. Ik onttrek me daar gewoon aan die geldwolven die alleen maar de hele dag... Ibiza. Ja, dus, nou ja, er is een bepaald type ondernemer... Wat gedreven wordt door het banksaldo en de macht. Vooral de macht wat het met zich meebrengt. En ik wilde daar niks meer mee te maken hebben. En voor mij stond toen dat vermogen wat we hadden vergaard... stond symbool voor... Ja, eigenlijk alles waar ik een hekel aan had gekregen. Dus dat werkte heel therapeutisch. Of dat achteraf een goede beslissing was. Nou, dat... het is gebeurd, dus we kunnen dat niet terugdraaien. Maar ik wist wel dat ik moest dat doen om een schone lei. Hè? Dus een nieuwe start. Nu, als ondernemer... Ik vind dat een interessant thema wat hij nu aanraakt. Ben je overtuigd dat... En ik heb dat ergens in de studie gelezen dat... Als je drijfveer, je purpose is, ik start een onderneming gewoon om geld te verdienen, dat heel veel van die ondernemingen op termijn gedoemd zijn om te falen. Hetzelfde van als enkel je doelstelling van je bedrijf is shareholder value, dat op lange termijn je klanten als je employees eigenlijk gaat schaden. Hoe is jouw visie daarop? Het kan hand in hand gaan. Ja, als jij zegt, ik wil extreem rijk worden en ik wil de rijkste man van België worden of van Europa of van de wereld, ja, ga dat alsjeblieft doen. Mm-hmm. Maar realiseer je wel, specifiek dat feit gaat je niet gelukkig maken. Klopt. Wel, als jij dat als tot doel stelt en zegt, nou, nu haal ik dat en ik vier dat. Hè, ik heb dat artikeltje van Sebastiaan in de quote gelezen. Hè, en als ik de rijkste man van België ben, dan trakteer ik mezelf op een mooie wandeling met Sebastiaan in het bos, 's ochtends vroeg. Nou, dan Maar realiseer je dan wel dat het geld op zich je niet gelukkig gaat maken. Het behalen van het doel wellicht wel. En het type ondernemer, zoals ik ben en wellicht zoals jij bent, maar zullen heel veel luisteraars zullen dat herkennen. Hm. Er is een bepaald type ondernemer wat hoge doelen nodig heeft. Ja. Daar kun je niet tegen zeggen van joh, wij beginnen een bakker om de hoek. Nee, die willen de grootste bakker worden van België. Er zijn mensen die zeggen ik wil een kledinglijn op de markt brengen en dan ga ik lekker, dan heb ik een ateliertje met 4 mensen en dan ga ik de hele dag maatwerk kleding maken. Maar je hebt ook mensen die starten Zara of die beginnen Patagonia. Ja. Dat is een ander type ondernemer en als ik aan de slag ga met ondernemers die zo in elkaar zitten en we gaan bijvoorbeeld bewegen, we gaan sporten, dan kan ik niet tegen zo iemand zeggen: nou, weet je wat we doen? We gaan lekker in lotushouding in de ruimte zitten. Hè, en dan gaan we lekker een beetje yoga doen. En dan gaan we een klein beetje op de fitnesstrainer zitten. Nee, dan moet ik gewoon zeggen, luister, vandaag ben je obese. Soms zelfs morbide obese. Maar over 9 maanden gaan we de marathon van New York lopen. Mm-hmm. En de mensen hebben die hoge doelen nodig. Mm-hmm. Dus die hebben nodig een doel wat heel hoog is. Hè, wat ze snel kunnen behalen. Want dat vervult bepaalde behoeften wat bij hun past. Hm. Dat brengt me gelijk op het volgende punt. Of je van geld gelukkig gaat worden, om even kort door de bocht te gaan, ligt gewoon wat jij nodig hebt in je leven. Ja. Dus welke behoeften wil jij vervullen in je leven? En als dat een hoge target behalen is, omdat er bepaalde behoeften zijn die dat vervult, nou, dan ga je dat doen. Ik koos iemand, zijn droom is om een McLaren te kopen. Ja. Een splinternieuwe McLaren. Nou, dat kost 450.000 euro. Nou, daar werkt hij iedere dag keihard voor, omdat hij zo'n ding wil kopen. Gaat die auto hem gelukkig maken? Nee. Maar het doel behalen, dat voor zichzelf vervullen, dat gaat hem wel gelukkig maken. En de kunst is nu, is dat ik hem help inzien, dat de weg ernaartoe, dat je daarvan gaat genieten. En dat je dat... als je dat doel wil behalen, dat je ook rekening moet houden dat ze misschien thuis ook nog een keer willen zijn.
Hè, dat je medewerkers het misschien fijn vinden om een leuke werkplek te hebben. Hè, dus allerlei accelerators op het behalen van dat doel. Hè, en ook voornamelijk te voorkomen dat mensen niet in de valkuilen stappen, waar ik ook ooit in ben gestapt. Maar als jouw doel is, die auto voor de deur, prima, ga daarvoor. Ik hoef het persoonlijk niet meer. Ja. Hè? Maar als een ander dat wel, kan ik dat helemaal begrijpen. Jouw boek, die door het feit dat je die 500 entrepreneurs hebt eigenlijk interviewd, voor mij, de hidden titel is eigenlijk Think and Grow Rich with a Purpose. Dat is echt... je kent het boek wel, hè? Think and Grow Rich. Hè? Dat is hetzelfde principe. Ja, ja, absoluut. Ja. En heeft zelfs nog een boek geschreven, Think and Grow Rich with Peace of Mind. Maar bij jou kwam dat... Bij mij was dat echt zo, dat is hier de moderne versie ervan. Ik heb zelfs een stuk ervan gekopieerd, doorgestuurd naar de twee founders van het bedrijf waar dat nu werkt, de CEO en COO, over het stuk waarbij dat je schrijft van... ik geloof dat je een bedrijf begeleidde. En die founders zeiden letterlijk van, ja, ik ben het eigenlijk beu. Hè. We halen altijd onze targets en het is leuk en dergelijke meer. Ik wil iets anders doen. En dan heb je eigenlijk letterlijk gezegd van... Ja, maar ja, en uw mensen dan nu, wat die momenteel zelf werken, wat je straalt dat zelf af als CEO, als founder. En dat vond ik echt zo'n belangrijk punt, omdat het vaak, zeker als je bedrijf groter wordt, dan is het heel moeilijk om te zorgen dat die cultuur, die betrokkenheid, dat die aanwezig blijft, zal ik maar zeggen. Nu, als je eigenlijk Hans het boek neemt, wat is zo voor jou, moest je jezelf tegenkomen dat je 20 bent, wat zou je dan jezelf als les geven? Je komt jezelf tegen Sebastian van 20 met een sigaretje en een Heineken of een Stella op café. Wat zou je tegen jezelf zeggen? Ja, nou, het allermooiste is dat alcohol en sigaretten hebben nooit een rol gespeeld in mijn leven. Okay. Dus gelukkig zou ik mezelf daar niet op hoeven aanspreken. Mm-hmm. Wat ik wel zou zeggen is, joh, ga er nou eens van genieten. Zorg nou dat alles wat je doet, je hebt het vermogen om mooie bedrijven te bouwen of mooie dingen te doen in je leven. Geniet van de reis. Die pijn die jij de hele dag hebt genomen, van je 20ste tot je 35ste, die hoef je niet te nemen. En verzamel mensen om je heen die slimmer zijn dan jij. Dus ze zeggen wel eens, als je de slimste persoon bent in de kamer, ga de kamer uit. Klopt. En dat principe had ik eerder in mijn leven willen weten, omdat ik heb nog wel eens mensen om mij heen verzameld die wel deden wat ik zei, maar eigenlijk omdat ze mij bewonderden, ja, of graag voor mij wilden werken. En ik had dat moeten omdraaien. Ja. Ik had eigenlijk de hele dag op jacht moeten gaan, ja, en de deur uit moeten gaan om slimme mensen te verzamelen. Nou, de afgelopen 10 jaar heb ik daar de kans voor gehad, maar ik had dat liever al op mijn 20ste willen gaan doen. Is dat voor jou, want dat is wel iets dat ik ook geleerd heb, is dat de bedrijven, ik heb dan over start-ups die een team hebben verzameld van mensen met ja-knikkers, zoals dat je het zegt, in vergelijking met mensen die complementair zijn qua visie en die bereid zijn om een bepaalde spanning op te zoeken. Ik kan niet zeggen continu ruzie maken, maar wel zoiets hebben van, ik ben daar niet mee akkoord, ik mag er een keer over praten, discussiëren, ons doel is hetzelfde, maar de manier naartoe. Ik vind dat soort opstellingen, waarbij dat er een gezonde spanning is, vind ik een betere mix en succesvollere dan degene die, ja, die ja-knikkers en die zitten te wachten op, ik werk voor jou omdat ik je bewonder en jij hebt al een bedrijf succesvol gemaakt. Geef me opties, zodanig dat we dat kunnen exiten en dan kan ik cashen. En ik ga me altijd ja zeggen. Wat is jouw visie daarop? Okay, voor de luisteraar, open is je podcast player. En kijk eens welke podcast volg je nu. En dan zul je waarschijnlijk zien dat de type podcast wat je volgt, ja, best wel generiek is en op elkaar lijkt. Ja. En net zoals in het bedrijfsleven je diversiteit zou willen opzoeken, ja, is die podcastplayer misschien dan een beetje een indicatie voor of je dat doet in je leven. Nou, als je naar mijn podcastplayer zou gaan, dan zie je, kijk, mijn onderwerp is gezondheid en ondernemerschap. Dus ja, alle podcasts die ik luister hebben daarmee te maken. Maar ik volg net zo goed een podcast van De Correspondent, wat een vrij linkse beweging is. Maar ik volg ook Follow the Money, wat al meer naar het midden gaat. Maar ik volg ook
iemand zoals bijvoorbeeld Yves Geiraat, hè, wat iemand is die echt aan de rechtse kant zit van de samenleving. Mm-hmm. De rode draad is toch al ondernemerschap, samenleving, zelfontwikkeling. Maar ik zoek dat niet in één hoek. Ik denk, als je binnen je bedrijf dezelfde filosofie hebt, dus dat je zegt, ja, ik neem niet alleen maar één type mensen aan, hè, maar ik neem eigenlijk een divers palet aan mensen aan, dan krijg je veel meer tegenspraak als ondernemer. Maar zul je ook merken dat binnen je organisatie mensen vaker in discussie gaan over, ja, waarom doen we dit nou? En moeten we dit wel doen? En hoe gaan we dat dan doen? En dat de strategie die je uiteindelijk kiest als onderneming, of als ondernemer, dat je meer opties krijgt en dat je dus ook een breder palet aan keuzemogelijkheden krijgt om je doelen te behalen. He, want vaak is er niet één weg die naar succes leidt. Er zijn meerdere wegen die naar succes leiden. Het is alleen aan jou als ondernemer. Ja, welke weg wil ik bewandelen met deze organisatie, met dit team? En daarvoor heb je gewoon opties nodig. Ja. En ik heb altijd gedacht dat er maar één weg was naar succes. En dat was door de muur heen. Ja. Als een deur dicht was, dan deden we niet eerst de deur open, maar dan liepen we gewoon door de deur heen. Herkenbaar, ja. Ja, en dat heeft heel veel schade berokkend. Niet alleen aan mijzelf, maar ook wel eens aan mijn omgeving. Ja. En ik zou nu vaker kiezen voor een gebalanceerd team, wat toch iets intelligenter naar die deur of naar die muur zou kijken en zeggen, nou, misschien kunnen we wel omheen. Of netjes de deur open doen. Als we de sleutel van de deur niet hebben, dan gaan we misschien even de sleutel zoeken. Nou ja, soms als jij bijvoorbeeld echt innovatie wil doen, en dan moet je soms toch wel eens gewoon even die deur openbreken. Ja. Hè, en dan gaan, of door die muur heen gaan. Maar realiseer je wel dat je dan de volgende keer misschien toch wel weer even wil nadenken. Ja. Dat je dat niet iedere keer moet doen. Ja. Een van de grote switches in je boek is ook het feit dat je op een bepaald ogenblik... Allee, dat was toch hetgeen dat ik interpreteerde, hè? Dus je mag dat een beetje toelichten. Dat je ervoor in een soort transactionele staat zat en dat je zoiets hebt, ik doe iets voor jou, je doet iets voor mij, we regelen iets. En na het ontwaken, zal ik het maar noemen, in het ziekenhuis, ben je in een soort giving, to give. Hoe is dat proces tot stand gekomen en hoe kom je tot dat inzicht? Nou, het heeft ook wel met de Nederlandse cultuur te maken. Hè? Ik realiseerde me pas op latere leeftijd dat ik eigenlijk altijd gewerkt heb in een Nederlandse cultuur. Ik heb in mijn leven, heb ik anderhalf jaar voor een Amerikaans bedrijf gewerkt. Gartner, hè? Ja. Maar er was een Nederlands team, dus ja, er kwamen wel wat Amerikaanse invloeden zo doorgecijpeld. Maar de cultuur op kantoor was toch Nederlands. Mm-hmm. En pas toen ik de wereld ging overreizen en met ondernemers uit andere culturen ging spreken, bleek dat wij Nederlanders wel heel erg op die transactionele basis zaken doen. Jij doet iets voor mij, maar wat krijg ik er dan voor terug? En eigenlijk wil je van tevoren al weten wat je ervoor terugkrijgt voordat je iets voor een ander doet. En als je naar Amerika gaat, of je gaat naar India, of je gaat naar het Midden-Oosten, en dan zul je merken dat ze daar er anders mee omgaan. En ik heb geleerd op die reizen, is dat je ook wel eens iets voor een ander kan doen, zonder dat je er iets direct voor terugkrijgt. Dus dat je investeert bijvoorbeeld in een gemeenschap. Laat zeggen dat je wordt lid van een businessclub, of je wordt lid van een politieke partij, of je krijgt een keer een telefoontje van een startende ondernemer die zegt van, joh, mag ik een keer een dagje met je meelopen? Mm-hmm. He? Je kan best wel eens een keer iets doen zonder dat je er één op één gelijk iets terug voor vraagt. Nou, dat zijn we in Nederland niet zo gewend. En ik vind dat interessant. Hey. Ik vind dat interessant. En als je dan kijkt, je spreekt daar over Amerika, Midden-Oosten, India, over gans de wereld, waar is dat meest aanwezig, dat giving? Dat je dat geleerd hebt? Is dat India? Is dat het oosten? Nou, kijk, als je echt in het Valhalla van giving wil zitten, dan reis je af naar Silicon Valley, California, Amerika. En daar zie je dat
de cultuur erop gericht is om terug te geven aan de samenleving die jou draagt. Okay. Dus als jij daar een tech-startup begint, hè, je verkoopt dat voor 10 miljoen, ja, dan is dat heel gebruikelijk dat je je eerste 1, 2, 3 miljoen hè, weer investeert in mensen bijvoorbeeld uit je team hè, of studenten die iets willen onderzoeken, hè, willen uitvinden. En dat je dat daarin investeert zonder dat je echt direct rendement verwacht. En nu moet ik zeggen dat in die omgeving de kans dat je start-up het goed doet wel echt heel erg hoog is. Dus dat vaak dat rendement wel komt. Maar dat is niet de oorspronkelijke intentie. Mm-hmm. En de intentie is dat je met z'n allen hè, een cultuur wil bouwen waarin iedereen goed kan floreren. Dus stel je voor, je stopt een miljoen in een start-up en die start-up lukt niet goed. Dus dat je dan niet zegt van, goh, we zijn een miljoen kwijt. Nee, dan zeg je, oh, we hebben een miljoen geïnvesteerd in kennis die we weer op een andere manier kunnen inzetten. Ja, dat we kennis hebben over hoe iets niet werkt. En dat het eigenlijk ook heel waardevol is. Ik las in het Financieel Dagblad las ik een artikel en dan zei die auteur, die zei ja, 1 op de zoveel start-ups in Nederland gaat binnen zoveel jaar failliet. Ja. Ik dacht, dat is gewoon helemaal niet zo. Er wordt geld gestopt om uit te vinden of we een bepaald businessmodel of een bepaalde technologie kunnen ontwikkelen. En dat lukt niet. Maar dat is niet een start-up die failliet gaat. Dat is gewoon een belangrijke leerschool die we hebben gehad. Ja. En zo moet je daarnaar kijken. Ja, dus dat idee werkt niet. Dus kunnen we dan een ander idee proberen? Want die slimme mensen die dat geld hebben opgemaakt, die zijn heel veel slimmer geworden. Die misschien 1 of 2 jaar heel veel technologie ontwikkeld. En alles wat daar geleerd is, dus de kennis die mensen vergaard hebben, maar ook misschien de technologie die ontwikkeld is, die kun je gewoon voor de toekomst weer op een andere manier inzetten. Dus het geld is niet verloren gegaan. Nee, dat geld is gewoon geïnvesteerd. Ik vind dat interessant wat je zegt, want in België heerst dat toch alleszins zo. Als een ondernemer op de fles gaat omdat hij short zit aan cash bijvoorbeeld, heeft dat wel een negatief stigma. Dat is echt zoiets van, je hebt gefaald. In Amerika is dat een soort a badge of honor dat men draagt. En is dat gewoon, let's do it again. En we weten dat we dat waarschijnlijk 8 keer zullen moeten doen. En in 1e keer is het bingo. Komt op zoveel bijeenkomsten, voornamelijk natuurlijk, je hebt organisaties zoals Veel Conference, maar ook op, hoe heet het ook weer, de conferentie die nu in België een space conferentie wordt, in Antwerpen, grote conferentie, kwamen 5000 mensen. Ja, daar is er ook een keer over failure gegaan. Dan zie je dat op het podium, mensen als ik zeggen van, falen, dat mag. En dan zegt de hele zaal, oh ja, dat mag. Maar dan gaat iedereen terug naar zijn eigen bedrijfje. En dan stiekem mag het toch niet. Nee, maar dat is zo. Dat gaat nog een tijd duren voordat we echt gaan accepteren van, oh ja, het mag ook echt. En dus hetzelfde als dat jouw baas naar je toe komt. Je werkt, laat zeggen, voor een bank of een verzekeringsbedrijf. En dan komt jouw baas, die is op een cursus geweest. Van ja, je moet je medewerkers vertrouwen geven. Je moet ook tegen ze zeggen dat ze fouten mogen maken. Nou, dus zo'n ondernemer komt terug van die cursus. En die gaat naar zijn team. En die gaat daar dan vol trots verkondigen. Van nou jongens, vanaf vandaag, als jullie fouten hebben gemaakt, dan ga ik dat waarderen. En dan ga ik daar respect voor opbrengen. Dat mag. En dan gaan die ondernemers terug naar hun werkplek. Die zeggen ja, het zal wel, maar ik ga toch echt niet aangeven dat ik een fout heb gemaakt. Want het gaat me ten koste van mijn carrière hier bij de bank of bij het verzekeringsbedrijf. Die vertrouwen daar dan toch niet op. En dus het is mooi om het te zeggen, maar om het echt te implementeren en er ook echt naar te leven. Ja. Zodat mensen die fouten maken dat ook echt mogen doen en daarop gewaardeerd worden. Ja, daar zijn we nog mijlenver vandaan. Dat gaat nog jaren duren, dat moeten we nog misschien 10, 20 jaar moeten we dat in Nederland en in België tegen elkaar gaan zeggen, voordat we het ook echt gaan doen. Ja, maar het begin is er. Dus dat is positief. Ja, dat is hè. Nu,
Hoe jong ben je nu? Ik ben nu 45. Ah, net als de kijk. Nu, je geeft ook les aan de universiteit, heb ik gezien. Als je jonge ondernemers die zo 20, 23, 25 zijn, die je nu tegenkomt, heb je het gevoel dat zij anders in elkaar zitten dan dat jij 25 was? Ja, er zijn veel meer middelen. Kijk, sowieso heb je de opkomst van het internet gehad. Ja, okay. En het internet heeft natuurlijk wel enorm veel veranderd in onze samenleving. En mensen zijn zelfstandiger gaan denken. En mensen hebben veel meer middelen om dingen uit te zoeken. En het is natuurlijk ook echt zo. Je kan nu vandaag met één druk op de knop, kun je iemand in India of in Amerika bereiken. Mm-hmm. Niet alle beloften zijn waargemaakt. Ze moeten misschien nog wel. Je kan ze misschien wel een berichtje sturen, maar ze reageren nog niet altijd. Hè? Maar en het vak ondernemerschap heeft zich in de afgelopen 10, 15 jaar echt in rap tempo ontwikkeld. Hè? Mm-hmm. Als je kijkt, als je het vak ondernemerschap vergelijkt bijvoorbeeld met het vak management, ja, dan zie je dat het vele malen sneller is gegaan dan management. Ja, dus de jonge generatie wordt ook op een andere manier opgevoed. Maar de menselijke geest is miljoenen jaren oud. En die verandert maar heel langzaam mee. Dus wat we moeten leren eigenlijk in het geweld van al die technologie die op ons afkomt en die globalisering, is dat we wel als mensen daar goed mee om blijven gaan. Dus dat we ook wel leren van, met al die middelen die we tot onze beschikking hebben, ja, hoe ga je dat nou voor jezelf, hoe ga je dat nou voor jezelf doen? Ja, dan heb je weer mensen zoals jij en ik die podcasts maken en boeken schrijven. En die zeggen, die dat allemaal een beetje relativeren. En ook zeggen van ja, het gaat om de balans. Het gaat om de mentale balans, fysieke balans, financiële balans. En als je aan die fundering werkt, dan kun je daar iedere doelstelling opzetten. Of je nou een klein bedrijf wil beginnen of je wil de wereld veroveren. Maar wij kunnen mensen helpen om bij het begin te beginnen. Ja. En dus die goede fundering neer te zetten. Dat is denk ik wel belangrijk. Is dat dan daarvoor dat jij nu je voldoening, je energie uithaalt, kunnen impact maken op bijvoorbeeld de jonge mensen en zo een steen in een stroming van een rivier, zodat die rivier een beetje veranderd is en dat ze daardoor bewust te worden? Krijg je daar energie van? Want ik krijg daar energie van. Wat ik leuk vind, is als ik voor een collegezaal sta, dan zit ik vaak, de helft van de studenten wil gaan ondernemen. De andere helft die wil directeur worden bij een groot bedrijf. En daarvoor hebben ze ondernemende vaardigheden nodig. Mm-hmm. En als we dan een college ingaan, dan denken ze, nou, Sebastiaan gaat ons vertellen hoe we heel snel, heel succesvol kunnen worden. En dan voornamelijk ook rijk. Ja, ja. En de CEO van de allergrootste. En dan aan het einde van het college hebben we het over slaap. Ja. We hebben het over geen alcohol consumeren. We hebben het over sporten. Ja. We hebben het over voeding. Ja. En dan gaan we helemaal naar die basis terug. Ja. En als er dan in die zaal een aantal mensen zijn die dan in een volgende gesprek zeggen van ja, ik ben toch eigenlijk best wel beter gaan slapen. Ik ben toch al iets vroeger naar bed gegaan. Mijn wekker gebruik ik niet meer. Of er kwam van de week iemand naar me toe en zegt ja, weet je, ik ben toch eigenlijk wel minder alcohol. Ik drink nu alleen nog maar 2 keer in de week. Wat voor een student echt heel weinig mm-hmm. is. Ja, maar ook studenten die nu zich geïsoleerd voelen en vanuit thuis hun studie moeten volgen, die zeggen van ja, eigenlijk door die mentale ondersteuning voel ik me wel nu een beter mens. En ik voel ook een betere connectie, omdat ik een netwerk van mentoren ben gaan opbouwen. Ja. Dus ik ben eigenlijk al die gastdocenten, die ben ik aan mijn netwerkje gaan toevoegen. En die ben ik eigenlijk als dat eerste mentornetwerk gaan zien. Ik ben nu eigenlijk heel erg druk bezig om met al die mensen Zoom-gesprekjes op te zetten. En er zijn dan sommige studenten die komen naar het Vondelpark in Amsterdam. En die lopen dan een rondje met mij. Ja. Dus hebben we eigenlijk dat isolement waar ze in zitten. Nou, dat vullen ze een beetje door met al die docenten en gastdocenten dat netwerk nu op te bouwen. Ja, dat is echt dat mastermind-principe. Wat je ook heel duidelijk in je boek aanhaalt, niet enkel rond je bedrijf, maar inderdaad, zoals dat je zegt, je fysieke en je mentale gezondheid. Dat is trouwens iets wat ik wel, zeker tussen 20 en 30 en 35, serieus verwaarloosd
heb. Ik was zelfs trots op het feit dat ik heel weinig sliep en dat ik al die uren werkte. Ik zag dat als een badge of honor. Want iedereen deed dat ook. En dat was echt zo. Ja, ik heb weer tot 1-2 uur doorgewerkt. En ik vond zelfs zaterdag, zondag, ik was daar trots op. Wij vonden dat normaal. Nu, het eerste bij mijn team wat ik deed, kom, 5:30, 6 uur naar huis en ik wil niet meer op een pc zitten en vanavond ga je op tijd gaan slapen. En die alcohol, stop dan maar mee. Je doet wat je wilt natuurlijk, hè? Want ik drink ook geen alcohol. Wat sociaal gezien nog altijd heel raar wordt ervaren. Allee, in België toch. Maar ik trek me daar niks van aan. Maar de kracht van slaap en de impact van slaap op je creativiteit, op je manier van denken, dat is zo'n wereld van verschil. Er is een heel klein gedeelte van de bevolking, en daar kun je gewoon in het ziekenhuis ook op laten testen. Als je denkt dat je dat hebt, laat jezelf gewoon testen, want dan weet je dat. Maar een heel klein gedeelte van de bevolking heeft een gen en die hebben maar een paar uur slaap per dag nodig. Alle andere mensen hebben gewoon tussen de 7 en de 9 uur slaap per dag nodig. Mm-hmm. En het is een illusie om te denken dat je bijvoorbeeld door de week heel weinig kunt slapen en dat je dan in het weekend dat inhaalt. Nee, slaap is een ritme. Mm-hmm. Hè? En dat ritme, dat heb je iedere dag nodig. Hè? En iedere dag dat je niet die 7 tot 9 uur haalt, is echt een dag verloren. Want je wordt er echt een minder mens van. En je hersenen functioneren minder. Je lichaam functioneert minder. Hè? Je kunt allerlei ziektes op je afroepen door structureel slaapgebrek. Ja, en die realisatie, dat is nu binnen mijn klantengroep in ieder geval de allerbelangrijkste realisatie, is dat slaap is echt een hot topic. Dat komt ook door een boek van Matthew Walker. Dat heet heel eenvoudig, dat heet Slaap, Why We Sleep. En als je dat boek gelezen hebt, ja, dan waarschijnlijk stop je met het drinken van alcohol. En heel waarschijnlijk ga je toch maar eens even kijken of je niet 7 tot 9 uur per dag kunt slapen. Het is echt het secret weapon geworden van bijna al mijn cliënten. En ik kan iedereen ook aanraden om het boek te lezen, overigens. Ja, ik kende het niet. Drink je koffie? Ik drink koffie, ja. Dus iedere ochtend drink ik een kopje. Ja, ik heb ooit een koffiebranderij gehad, dus ik ben ook wel echt. We bestellen regelmatig van de meest briljante koffiebranderijen bestellen wij koffie. Ook van Caffeination trouwens, uit Antwerpen. Dat doe ik alleen 's ochtends. Okay. Want de rest van de dag heeft mijn lichaam nodig om die cafeïne te verwerken. En het nadeel van mensen die 's avonds koffie drinken is dat daar de indruk kan ontstaan dat jij dat nodig hebt om in slaap te vallen. Dat een soort van, wat je zegt, soort van idee is van, hey, ik slaap goed op koffie. Daar heb ik jarenlang gedacht. Nou, dat is echt complete onzin. Ja, want je kwaliteit van slaap is gewoon lager. Misschien val je wel in slaap, maar dat is gewoon omdat je structureel oververmoeid bent. Ja, klopt. Dus de reden waarom jij snel in slaap valt, is niet omdat jij zo goed slaapt, maar eigenlijk omdat je slecht slaapt. Dus ja, 's ochtends een kop koffie en dan de rest van de dag, ja, jammer. Maar dan drinken we gewoon wat anders. Je sprak daarnet over het boek van Matthew Walker. Wat vind jij zo een fantastisch topboek dat je recent gelezen hebt? Nou ja, kijk, slaap is nu het meest besproken boek. Hè. Je kan geen podcast over ondernemerschap of over zelfontwikkeling. Hè, of mensen citeren wel uit het boek. Een van de laatste boeken die ik heb gelezen is van Rolf Dobelli. Rolf Dobelli is een ondernemer, een Zwitserse ondernemer. En die heeft zich gespecialiseerd in zelfstandig denken. Dus hoe kan je nu ervoor zorgen dat wat jij denkt en de conclusies die je trekt, dat je die zo zelfstandig mogelijk... En een van de dingen die hij van zijn stokpaardjes is geen nieuws consumeren. En ik moet zeggen, ik heb dat 8 jaar geleden zelf al besloten. Hè? Maar het was heel fijn om een boek te lezen van iemand die daar ook de motivatie achter heeft onderzocht. En nieuws is eigenlijk heel slecht voor je nerve system. Omdat een nieuwsbericht zorgt voor, zou ik maar zeggen, dezelfde emoties als waarin je in een flight fight freeze modus komt. Dus eigenlijk ieder nieuwsbericht is erop gericht
om jouw schrik aan te jagen. Klopt. En het lezen van nieuws, ja, werkt dus negatief op je zenuwstelsel. Ja. Plus vaak heb je er echt helemaal niks aan. Nee. Nou, als je aan iemand vraagt van, joh, als je aan de meest zware nieuwsjunkie vraagt, wat zijn nou de laatste 10 nieuwsberichten die je hebt gelezen? Nou, dan kunnen ze misschien 1 of 2 berichten kunnen ze vertellen wat de kop was. Hè? En misschien van 1 bericht kunnen ze vertellen wat er dan in stond. Maar van de meeste dingen weten ze eigenlijk. Ze zitten gewoon de hele dag doelloos, hè, op zo'n nieuwssite, maar te lezen en te scrollen. Maar het heeft geen nut. Het is hetzelfde als Instagram. Hè? Je zit in een wereld die jou niet aangaat, waar je ook helemaal niks mee kunt. En de motivatie van, ja, ik lees nieuws, want ik moet daar mijn zakelijke beslissingen op baseren. Ja, dat is ook onzin. Hè? Want zoals Rolf dan schrijft, dat zegt hij wel mooi. Hij zei, want dan zou iedere journalist, hij zou multimiljonair zijn. Hè? Want die zouden de beste zakelijke beslissingen ooit kunnen nemen. Dus ik lees geen nieuws. Hè? En dat boek bevestigde eigenlijk mijn keuze. En ja, dat kan ik iedereen ook aanraden. Rolf Dobelli. Ik doe het ook niet, omdat, zoals dat je zegt, dat verlaagt mijn zogenaamde baseline, hoe ik naar het leven kijk. Doordat ik geen nieuws lees, en ik mis het ook niet, heb ik het gevoel dat ik opportuniteiten meer zie en positiever in het leven sta. En ja, ik mis dat uiteindelijk ook niet. En er komt ook heel veel tijd vrij, natuurlijk. Hè? Omdat je bent niet, je gedachten kan je veel meer gaan focussen. Nu, een ander aspect wat ik super, super, super vind, is dat je in het boek beschrijf je op een bepaald moment, mijn grote passie is muziek, ik ben DJ. Ik ben trouwens echt een fantastische DJ. Ik heb je YouTube, ik heb je slam FM mix beluisterd. En ik ben zelf ook muzikant. En ik vind echt heel, heel leuk wat dat je doet. En in het boek beschrijf je het nog een keer. Ik wil niet gewoon DJ worden, hè? Huis, tuin en keuken DJ. Maar ik ga van eerste keer een internationale DJ worden. En je hebt dan, geloof ik, met het management of de man achter Romero, dacht ik, gesproken. Die eerst zei van, allee, Sebastian, wat is dat nu voor iets? Van wat komt die passie en waarom dat besef van, ik wil niet gewoon DJ zijn, maar ook echt weer all the way, de top. Allee, de top. Ja, Peter, je toverde wel een enorm grote glimlach op mijn gezicht. Ik voel echt enorm veel vreugde als je dat zo zegt. Want ja, hier raak je natuurlijk echt helemaal op ja, iets waar ik enorm gelukkig van word. En dat is het draaien van muziek in clubs en op festivals. En dus als jij dat zo vertelt, dan voel ik me echt helemaal groter worden. En in het boek beschrijf ik een ontmoeting tussen de manager van Ferry Corsten. Ja. Nicky Romero is iemand die heeft ooit een burn-out gehad. Is daarvoor uitgekomen en heeft veel mensen geïnspireerd, hè, om toe te geven van, ja, hey, ik ziet even niet meer zitten. Ik moet dat aan mezelf doen. He, dus daar heeft Nicky best wel wat interviews over gegeven. Maar wat ik heb meegemaakt is dat toen ik weer in aanraking kwam met housemuziek, wat mijn achtergrond is qua muzikaliteit, is dat toen ik weer ging draaien, ik toch ook wel wilde afvragen, hoe ga ik nou mijn carrière aanpakken? En een van mijn beste vrienden is Dennis Doeland. En die bracht me in contact met de manager van Ferry Corsten. En ik had een afspraak gemaakt op kantoor. Hè, en ik wilde hem gewoon eens even het hemd van het lijf vragen. Hoe ga je die carrière nou een boost geven? Dus ik kwam bij hem op kantoor. En dan loop je eerst door een hal. Ja, die hangt helemaal vol met gouden platen. Mm-hmm. En dan kom je in een spreekkamer. Nou, dat is echt alsof je in een club bent. Ja, maar er staan ook allerlei vintage tape recorders. En dan denk je, ja, ik ben hier echt. Weet je, het is heel bijzonder dat ik hier ben. Dus ik zeg, Juri Lodders. Ik zeg, Juri, ik wil van jou graag weten. Ik ben weer gaan draaien. Hoe kan ik nou echt mijn carrière laten groeien? Dus begon hij te lachen. En de tranen biggelden over zijn wangen. En hij zegt, Sebastian, het is echt fantastisch. Ik heb hier echt jongens van 14, 15 die al hits maken. Die echt miljoenen keren per dag worden. Hè? En de grootste talenten zitten hier op die bank. En dan kom jij, hè? 15 jaar lang ondernemer geweest, burn-out. En je zit hier op diezelfde bank. Je zegt, joh, ik wil professioneel gaan draaien. Zeg maar, het is,
het is wel iets wat jou gaat lukken. Hij zei, want wat jij hebt, is jij weet de mensen om je heen te verzamelen om het mogelijk te maken. Ja, en dat is wel het allerbelangrijkste in de muziek, in de muziekindustrie. Ja. Is dat je je carrière kan gaan plannen. En hij zei toen ook, ik heb eigenlijk twee geheime tips voor je. Eén, ga feesten organiseren. Hè, en boek de DJ's die jij tof vindt. En jezelf, zet jezelf midden in de line-up. En zei, of kies een andere strategie. Maak een hit. Ja, maar je hebt echt... Je hebt een aantal E-nummers. Ik weet niet, was dat Sunshine of zoiets? Dat is, en je hebt er ook een remix van gemaakt. En beestig goed nummer, jong. Ik stond aan te kijken en ik dacht van... die de Pro Tools of die Logic of wat noem het? Ik was echt blown away. Ik vond het echt goed. Ja, maar de rekening. Ik was heel goed in de goede mensen om me heen verzamelen. Hè? Dus we gaan de studio in. Maar ja, ik heb natuurlijk helemaal niet die ervaring om die muziek te maken. Dus ja, ik zit wel met jongens in de studio die dat wel heel goed kunnen. Hè? En ik heb het geluk dat een van mijn maatjes een hele goede promolijst had. He, dus dat is een lijst van e-mailadressen, waarbij je echt rechtstreeks je muziek naar de bekende DJ's kunt sturen. En ik heb gelijk aan het begin van mijn carrière een platenlabel opgericht. Okay. Want ik dacht, ja, ik moet meteen een outlet hebben voor mijn muziek, maar ik moet me ook klaarmaken voor de generatie na mij. Omdat ja, ik ben nu 45. Weet je wel, jonge mensen willen niet fan zijn van iemand van 45. En die willen fan zijn van iemand van hun eigen leeftijd. En dus ik dacht, ja, ik moet ook wel mijn kennis nu al gaan overdragen aan de volgende generatie producers en DJ's. Om ook zelf in de picture te blijven als DJ. Hmm. En dus ik heb meteen een recordlabel opgegeven. Ik ben meteen mijn eigen muziek op mijn eigen label gaan releasen. Dus die promolijst, ja, die beheer ik zelf. En ik heb echt het geluk dat één nummer is opgepakt door Martin Garrix. Ja. Ja, en die heeft dat gedraaid. Ja, en dat is gelijk wel echt een binnenkomer. En een ander nummer is door Don Diablo gedraaid. Op een hele mooie sessie op een boot voor de haven van de Ibiza. Mm. Ja, en als die nummers dan door hun gedraaid worden, dan zie je dat andere DJ's, hè, maar ook mensen die echt fan zijn van dit type muziek, ja, dan toch wel je een beetje op gaan zoeken. En ik zit qua muziek toch wel in een underground segment. Ik heb muziek een tijdje een commerciële koers gehad, maar ik heb toch besloten om mijn hart te volgen en iets meer naar die underground weer te gaan. En ja, dat heeft me geen windeieren gelegd. Dat is echt extreem succesvol geworden. Dus ik zou dit jaar zou ik eigenlijk zonder enige promotie, hè, dus zonder dat daar geld in achter zit, achter die promotie, zou ik 60 boekingen doen. Wat eigenlijk best wel goed is. Nou, we zijn tot 12 gekomen dit jaar. Eind maart was de agenda leeg. Ja, en daar is nooit meer een boeking echt in gekomen. Ja, we hebben wel nog wel wat staan livestreamen in clubs. Maar ja, in september gingen alle clubs weer dicht. En toen ben ik gaan zitten met het team. Ja, wat gaan we doen? En toen is iedereen zich even ergens anders op gaan richten. Omdat iedereen moet gewoon geld verdienen. En dat zit nu in ons segment van de muziek. Zit dat geld er niet. Dus... Bijvoorbeeld mijn producermaatje, die geeft nu trainingen aan bedrijven. Yeah. En dan kun je dan op Zoom inloggen. En dan ga je met jouw team ga je een hit maken. Nou, cool. Dus dan ja. krijg je letterlijk alle tools in handen. Ja. En dan heb je je haalt ook vaak wat er in een team niet goed gaat. Haal je eruit. Hè? Als mensen bijvoorbeeld ruzie krijgen van, nee, ik wil dit geluidje erin of dat geluidje erin. En dan zie je aan de manier hoe ze met elkaar omgaan, de problemen ontstaan. Ja. En zij begeleiden dan zo'n sessie. En dan het leuke is, aan het einde van die sessie heb je ook echt je eigen hit gecreëerd. Ja. Die je gewoon kan luisteren. En het liefste zou je natuurlijk gewoon de hele dag in de studio zitten en muziek maken. Ja. Maar dat is gewoon even niet nu aan de orde. Dus hij is die trainingen gaan geven. Super. Ben jij dan... In de jaren 80, want het mixen heb ik leren kennen via Ben Librand, via Radio 3FM. Maar dat bestond, Radio Veronica, dat bestond niet in België, het mixen. Dat bestond totaal niet. Toen had je de Grand Mix. Ik heb die nog allemaal, ik vind die fantastisch.
heb je het dan ook letterlijk met van die, het noemt dat, was dat Pioneer of Technics SL1200 met vinyl nog staan draaien en van die tape recorders dat je zitten knippen hebt op tape? Want, nou, de cassettebandjes aan elkaar plakken, dat heb ik nooit gedaan. Maar dat is echt, dat is wat daar, dat heette dan ook een mixtape. En Ben Librand is echt nog, dat is echt de eerste generatie die mij geïnspireerd heeft om mixen te gaan maken. Ja. Want wat ik bijvoorbeeld deed, ik had een videorecorder, dan ging ik naar MTV. Ja, en dan, als dan een nummer begon, zet ik de videorecorder aan. En als dan de presentator begon te praten, dan zet ik de videorecorder weer uit, spoelde ik een klein stukje terug. Dat heb ik nog wel zitten doen. Maar ik werd eigenlijk al heel snel werd ik geraakt door house muziek. Okay. En house muziek kon ik nergens anders vinden dan gewoon in de binnenstad van Amsterdam. En dan ging ik op de fiets naartoe, naar de platenzaak. En dan ging ik platen kopen. En die ging ik dan thuis op mijn zolderkamertje ging ik die in elkaar mixen. En dus dan had ik twee verschillende platenspelers. Die waren allebei wel van Technics, maar niet de SL's. En ik had een mengpaneel had ik gekocht. En dan zat ik gewoon echt op mijn zolderkamer. Zat ik die platen in elkaar te mixen. Het was toen Gabberhouse. Okay. Dat is de meest... harde vorm eigenlijk die je toen mm-hmm. had. En later ben ik natuurlijk iets rustiger geworden. En ben ik meer naar mainstream house gegaan. En later ook techno. Maar ja, mijn achtergrond ligt wel echt in die gabber house. Is dan mental Tio toestanden en al? Dat is eigenlijk... als je naar de echte gabber house, dat waren... Die kwamen meer vanuit de underground. Het was natuurlijk een stroming van jongeren die wilden feesten geven. En die wilden voornamelijk heel veel drugs gebruiken. En hoe illegaler een feest was, hoe beter. Ik moet zeggen, ik ging zelf nooit naar dat soort feesten. Ik heb ook nooit drugs gebruikt. Ik was echt die brave jongen die op een zolderkamertje die mixtape zat te maken. En toen later, er zijn hele mooie documentaires over gemaakt ook. Je had die Gabber House en toen kreeg je iets dat heette Happy Hardcore. Ja. En dat waren de dingen zoals Mental Theo. En eigenlijk was dat een parodie op Gabber House. Mm-hmm. En dat heeft ervoor gezorgd, die parodie, is dat eigenlijk die Gabber House echt nog veel meer underground is geworden. Ja, okay. Omdat de samenleving eigenlijk een beetje lacherig ging doen over die gabbers die met hun trainingspakken en kale mm-hmm. koppen. Ja, dus eigenlijk de happy hardcore is het einde geworden echt van de Gabber House. Het leuke is dat al die mensen uit die Gabber House tijd, een van mijn beste vrienden, die is nu consultant, hè, die adviseert grote bedrijven over hun digitale strategie. Een ander is yoga-instructeur geworden. En dus eigenlijk al die mensen uit die tijd, die zijn enorme zinvolle dingen gaan doen. Maar je hebt iets dat heet Thunderdome. Ja, ken dat. Dat heeft echt een revival gekregen. Ja. Dus dat is er nog steeds. En die hebben echt een hele schare jonge nieuwe fans weer aangetrokken. Voor mij Thunderdome, we moeten dan afsluiten, dat is letterlijk waarbij dat die kick echt overstuurd wordt. Hè? Dat is echt complete distortion. Hè? Ik moet zeggen dat ik was laatst, had ik om mijn vriendin, laat ik af en toe iets horen uit het verleden. Zij is iets jonger en zij heeft die tijd niet meegemaakt. En ze wist eigenlijk ook niet het verschil tussen happy hardcore en gabber. Dus ik had echt een oud gabber nummer opgezet via Spotify. En gewoon op de Sonos thuis. En toen ging ik even boodschappen doen. En toen heb ik nog met veel plezier naar de supermarkt gelopen met nog wat oude gabber nummers op mijn AirPods. Daar kon ik er echt wel van genieten. Ik zat er ook meteen weer in. Ik denk dat het echt nooit meer weggaat. Als je kijkt naar mijn sets, die zijn ook, mijn techno-sets zijn ook wat harder en wat agressiever. Omdat ik toch denk dat dat een beetje nog die gabber-emotie is die erin zit. Doorheen is. Ja. Ja. Wat ik wel frappant vind als conclusie, Sebastian, is dat je... ik vind je in een heel... hoe zou ik zeggen? Als je babbelt over ondernemen en de lessen die je geleerd hebt, dan doe je dat met passie. Maar als je babbelt over DJ'en en muziek, dan is er zo die extra to the max switch die aan had. Die passie, dat is letterlijk met de capital P. Dat is wel, pas op, dat is bij mij ook zo hoor. En ze zijn alle twee leuk, hè? Ik vind ze alle twee leuk. Ja. Heb je ooit, ik had dan de laatste vraag, want we zijn een beetje over tijd. Heb je ooit overwogen om 100% alleen maar muziek te doen?
Nou, tot maart kwam mijn inkomen gewoon uit de muziek. En ondernemerschap was een hobby. En eind maart heb ik dat omgedraaid. Ik zeg, joh, ik ga nu geld verdienen aan mijn kennis over ondernemerschap. En muziek wordt een hobby. Terwijl, ja, als je naar de buitenkant kijkt, zou je denken van, nou, dat is iemand die, die geeft misschien consulting aan grote bedrijven over ondernemerschap. En daar verdient hij een hoop geld mee. Maar dat was helemaal niet zo. Ik was gewoon, het geld kwam uit optredens van de muziek. En zo af en toe had ik dan wel eens een mazzeltje. Zo zag ik dat dan. En dan werd ik uitgenodigd om ergens een spreekbeurt te geven. En dan was het een goed budget. Nou, dat was dan een beetje mijn bonus van die maand. Maar ja, muziek draaien, dat was echt mijn werk geworden. En nu is dat helemaal anders. Dus mijn inkomen komt nu 100% uit het begeleiden van ondernemers. Maar dat is pas sinds maart van dit jaar. Ja, nu goed. Alles gaat voorbij. Binnen een jaar, binnen 2 jaar, als je draait in de Pasha en Ibiza, dan zal ik zeker komen en zal ik zeggen, hey Sebastian, alles goed man. Nou, bij deze hier staat al op de gastenlijst. Sebastian, ik dank je heel hard voor dit uurtje. Ik vond het echt onwijs super, want ik vind het altijd super, dat ondernemerschap met die muziek. Ik vind dat tof is, want er is meer dan ondernemende stof. Maar het is ook altijd tof als iemand ernaast ook nog een passie heeft. Nou, bedankt voor alle leuke vragen. En voor de luisteraars, mocht je in Amsterdam zijn en een rondje willen lopen samen in het Vondelpark. Ik ga naar de show notes. Ik neem aan dat die gemaakt worden. En kom mij opzoeken in het Vondelpark. En ja, Peter, bedankt voor de enorm leuke vragen. Ik heb een aantal afleveringen van de podcast geluisterd. En ja, voor mij is die vaste prik geworden in mijn player. Dus ik vind het enorm leuk om zo met elkaar te praten. Zo op een vrijdagochtend vroeg. Ja. Ik loop ook, hè. Dus je zal me ook wel, als ik nog een keer in Amsterdam ben, zal ik je sowieso wel opzoeken. Dat is goed. Geweldig, ik zie er nu al naar uit. Ik ook. Sebastian, heel erg bedankt. Fijne dag, man. Tot snel weer. Hoi. Yo, bye.